was leuk. En ik heb nog niets gezegd waarom niet. Kijk. En ik doe alleen maar hem hier parkeren en die draaibeweging maken. Ja. Oh, even een klein dingetje, dat maakt heel veel uit. Mijn broekje zit halverwege mijn hand. Echt tussen, juist daar. En nou je hand omdraaien. Ah, je hebt je altijd een keer op. Ja. Je moet alleen maar dat zeggen. Hier even de voorkant aan. Ja, draaien. Hebben ze. Ah, het is te ver. Ja. Voelde je dat? Behalve dat het zeer weet. Maar voelde je dat met je hand ineens meer omdraait? Klopt. Het is gewoon een kwestie dat je aanzetten ervoor. Het is echt een slag. En dat is bij alles wat even een slag is. Op het moment dat je net denkt, je naam zegt, en dat je daar zo geweest. Geef het. Stop. Hey. Zo hè? Dat was hem al niet. Maar zo van 85%. Oké. We komen er wel. Wat voor idee? Ik heb eerst twee dingen of niet. En je maakt het jezelf gemakkelijker als je eerst moet opstaan om erbij te kunnen. Dus je moet gewoon een arm op zand gaan staan. Dus daar moet je wat minder strak voor zitten. Ook suggestie van, ja, hij blijft waar het blokje is. Dus als je, als je je arm strekt, blijf je dan een stokje in de kap. Blijf dan weg, nu de hand naar beneden. Ja, maar jouw draaibeweging zit te vroeg. Jij bent aan het draaien en achteruit aan het inparkeren. Oké, dus eigenlijk start ik zo. Naar mijn zijkant. Zo, en dan pas draaien. Dus je draait pas als je bij je lichaam bent. En jij draait zodra je in beweging komt. Eerst naar je lichaam. Ja, dat is wel snel naar je lichaam. Ja, zo vrij hard, maar hij zit. En hij duwt je naar voren, voel je dat? Ja, hij blijft duwen. Hoe is het met zijn hottouch zonder eten? Dat weet ik. Hij heeft geleerd om mijn rechterhand aan te tikken, maar of hij het ook links moet doen? Nee? Wat vindt rechts? Ja. Mag links nooit doen? Alleen een korte aanraking. En nu ga je hem aankijken en dan gaan we terugkijken. En dan ga je hem aanspreken als je dat doet. Nu gaat er dus een aandachtsoefening en begrijpt hij niet waarom jij niet beloont. Je hebt het wel glit thuis. Dank je. En dan wil ik graag het voer bij je rechterhand. Want waar we vorige keer naar gekeken hebben, was dat je. Kijk, dat niet zo heel erg moet liggen. Op de boven, oh, zeg je echt. Kijk eens dat het op zo'n mag staan. Ja, het is een. Als ik dit doe, wil je zorgen dat ik het uitgaat van mijn hand. Dan zeg ik gewoon. Hier zit het. Hier zit de kikker. Luxiaszak. Oh, dit gaat zo lang doen als je daar niet aan. Ik zie het niet zo snel. Zo, dat was het. Dus het komt bij mij helemaal niet uit de zak. Ja. Het zit gewoon daar. En die brengt het naar die kant en die geeft het. Oké, dus. Het was verleden week ook heel veel te klein. Dat weet ik. Maar ik denk even wat over. Ja, dat is het. Oh, hier is de aanknop. Als je wel gewend bent dat je touch hebt, dus zeg het maar een keer als je te veel stress hebt.
Bij anderen is dat altijd beter. Ik doe het eerst. Jij hebt ook niet wat gehad. Moet je het ach, je had hem bijna al in. Ja, het is heel flauw, maar... Ja, ja. Ik wil wel dat je er even voor afmaakt. Voordat ik je waar het voor geklikt had. Nu deed ik niet de hele beweging. Want hij begon eraan en ik dacht, dat is gek. Die hand is leeg, kan niet goed zijn. Hij stopt wel halverwege. Maar hij stopt wel halverwege, maar hij begon. Ja. Maar voor het begin eraan heb ik hem geklikt. En dan hoef ik eruit. Oké. Het verschil was, jij bleef in beweging. Ja, thuis wel. Ja. Omdat hij bij mij elke keer niet zit op zijn grond. Haha, die hand is leeg. Alsjeblieft, schat. Oh, wat een tijdje toch keuze zat met die overbeet. Kijk, je zou het verwachten met die overbeet dat hij dat niet kan, maar... Ja, juist wel, want wat hij doet is verder happen omdat hij ook zijn onderkaak wil voelen. Ja. En daarom pakt hij meer van je vingers dan omdat hij geen overbeet heeft. Je bent ook niet de eerste die overbeet heeft. Ik weet het ook niet. Nou, ik hou hem nog even dicht totdat we er zijn. Die vind ik niet mooi. Kom, nog een keer proberen. Goed. En je hebt hem al geïnhaleerd, hoor. Neem niet kwalijk. Kom, daar neer. Weer nog. Prachtig. Zo'n mooie lege hand. Zo gaat hij super. Ja. Hand daar. Wapper even. Ja. Ja, dat is leuk. Ga maar even voor hem staan. Nee, voor hem staan, anders kom je er niet uit. Heel schattig. Loop maar. Ja, het gaat zo lekker. Hier. Morgen maar aan, zeg maar wat gezellig. Maakt niet uit. Zeg zijn naam aan. Kijk naar je hand, want hij is aardig terug naar jouw naam. Hij vreet mijn vingers erbij op. Oké. Eerst voertje weggooien. Hier maak je het jezelf moeilijk mee. Dit kost je vingers. Weet je. Ja, ik zeg altijd vrijkommando. Dat zit er bij mij gewoon ingebakken. Ja. Uit. Pah. Ja, dat vind ik wel. Ik ken niet als je het uit. Oké, hand klaar. Kom maar weer weg. Uit. Hand uitsteken. Ja, handbeweging door. Klik, klik. Jij bent apart. Nu was ik te laat, ja.